Een heel bijzonder gezicht. De parking van het Rotterdamse metrostation Kralingse Zoom stond dit weekend vol met karateka's. De sporters kwamen van heinde en verre om de 80ste verjaardag te vieren van karate-legende Loek Hollander. Ik kom uit Antwerpen, uit België. Ik kom uit Groenlo, de Achterhoek. Wij komen uit Dokkum. Vanaf de parkeerplaats renden de sporters naar het nabijgelegen huis van de karatekampioen. Na de felicitaties gaven de karateka's een demonstratie. De karateka's spreken vol lof over de jarige karatekampioen. Toen ik begon als klein jongetje van 12 was Loek voor mij, ja, dat was een fenomeen. En als ik hem tegenkwam, nou, dan durfde ik nauwelijks te ademen, zo was het. En tegenwoordig praat ik met hem en beschouw ik hem als een groot voorbeeld en als een vriend. En het is een voorrecht om hem te horen werken. Hij is in het karategebied een hele grote, vooral ook in Nederland, maar ook in Europa. Nou, we waren karate aan het doen. We waren wel stukjes aan het oefenen. En we gingen ook de verjaardag vieren van degene die karate naar Nederland heeft gebracht. Het eerbetoon was een grote verrassing voor Loek Hollander. Ja, die zijn hier gekomen, want ik wist het niet. Het was stiekem gegaan allemaal. En dan hebben ze even wat gerommeld met elkaar allemaal. En dan zijn ze weer weg. Maar dit was wel bijzonder. Ja, geweldig. Hartverwarmend. Echt. Heel bijzonder. Verrassend voor hem. En eigenlijk was hij tot tranen geroerd. Heel mooi. Ja, want u zat eigenlijk in het complot, hè, als zijn vrouw. Ja, ik moest het een beetje weten, want ze wilde weten of we thuis waren. Het is natuurlijk heel vervelend als er hier meer dan 100 man zijn en wij zijn weg. Maar ik heb helemaal niets verteld. Hij wist echt niets.